Goedemorgen, welkom bij een nieuwe video. Goedemorgen. En welkom in Kuala Lumpur. Yes. We zijn hier gisteren aangekomen hier en we hebben gisteren een beetje gechilled. En vandaag hebben we besloten dat we hier rond de stad eens wat dingen gaan bezien. Dus we zijn vandaag redelijk vroeg opgestaan en we zijn nu bij de Batu Caves. Het is ook wel top, want in mei 2018 waren we hier ook al. Omdat wij toen een reis gemaakt hebben door Borneo. Maar het was dan een beetje een tegenvaller, omdat alles in stellingen stond. Ze waren alles hier aan het renoveren en opnieuw aan het verven. Ja, dat was eigenlijk niet veel aan doen. Nee, maar nu zijn we hier dus terug en nu is alles heel mooi kleurrijk, zoals we verwacht hadden toen dat ook ging zijn. Dus we gaan hier nu de 272 trappen omhoog klimmen en eens gaan kijken in de grotten. Yes. We zijn boven. We zijn, we zijn door de grot gegaan. We hebben de trap naar boven gepakt en nu zijn we aan het einde van de grot. Wat ons wel onmiddellijk opvalt is dat hier eigenlijk zo goed als nog niemand is. Nee, want vorige keer toen we hier waren, zat het hier echt boomvol met duiven. Ja, het zit hier nog wel altijd boomvol met duiven. Het zat toen ook boomvol met apen en ze wouden hier toen eten aan het verkopen aan de toeristen om eigenlijk aan de apen te geven en aan de duiven te geven. Dus dat was echt hier een grote chaos, dus het is wel eens leuk om hier te zijn als er geen chaos is en als het gewoon lekker rustig is. Oké, wij gaan hier nog wat foto's maken en dan zetten we onze weg terug verder naar beneden. Staat eigenlijk ook vooral bekend om dat gigantisch gouden beeld dat hier aan de voorkant staat. Dat is de een of andere god van de overwinning. En dat is echt gigantisch. Heel cool om te zien. Je ziet dat ook al van als je met de auto hier naartoe rijdt, zie je dat ook al van op een afstandje. Dus heel cool. Oké, we zijn aangekomen bij onze volgende stop, de Wilaya Moskee in het centrum van Kuala Lumpur. Dat is een klein kwartiertje rijden vanaf de Batu Caves. We kwamen er juist aan hier aan de inkom, maar de moskee zelf is nog niet open. Het is 9:45 en de moskee zelf is pas om 10:00 open. Dus we hebben nog een kwartiertje dat we moeten wachten. Maar er is rond de moskee en niet alles gewoon een tuin, dus we gaan daar eens even kijken dat we dan nog wat mooie beeldjes kunnen schieten. En dan rond 10:00 gaan we richting de moskee.
maken. We zijn ondertussen in de moskee. We hebben hier een gids moeten pakken. Dat is verplicht. Je mag hier niet zonder gids binnen. We krijgen echt ondertussen een super uitgebreide uitleg. We zijn al ongeveer een half uur bezig. We staan nu eigenlijk in de grote gebedshal, zou ik zeggen. Het is echt gigantisch. Er kunnen 17.000 mensen binnen. Je hebt hier echt van alles. Het is niet alleen eigenlijk een gebedshuis. Je hebt hier ook conferentiezalen, vergaderzalen, een hostel, zelfs een computerlabo. Dat is echt een soort van community place hier. Dus ja, echt wel heel indrukwekkend. Moskee zit er ondertussen op. Dat is echt wel eens interessant, zeker als je nog nooit een moskee hebt bezocht, gelijk ons. Het is wel eens interessant om die point of view te zien over bepaalde dingen. De moskee zelf was ook echt wel heel mooi. Ze hebben hier eigenlijk geprobeerd om uit allemaal verschillende delen van de wereld architectuurstukken over te pakken. Dus bijvoorbeeld de minaret heb ik gezien, die komt uit Marokko en dan de versieringen binnenin, die kwamen uit Iran en zo. Het is wel heel cool om dat allemaal te zien. Dus zeker de moeite. En het is ook gewoon gratis. Dus zelfs met een gids en zo is het gewoon gratis. Dus zeker wel gewoon eens de moeite om te bekijken. Het is nu 10:45 en wij gaan een grap pakken richting de volgende stop en dat is de Thiam Bhu Tempel. Oké, we zijn aangekomen bij de volgende tempel, deze Thiam Bhu Tempel. Dat is de Chinese tempel, dus het ziet er helemaal anders uit. Ik zal het laten zien. Heel kleurrijk, vooral gebruik van rood. Dat is blijkbaar ook heel typisch voor Chinese tempels. Het weer is een beetje omgeslagen. Daar straks hadden we nog een superblauwe lucht, maar nu ziet het eruit alsof er een buiken aan zit te komen. Maar dat maakt niet uit, want wij gaan zoiets de tempel binnen. Goed, we zijn dus bij de Thiam Bhu Tempel. Dat is een tempel die dat is, zoals de naam het al zegt, gewijd is aan de god Thiam Bhu. Die is ongeveer 30 jaar oud, want die is even oud als mij. Die is van het jaar 1989. En er zouden hier binnen in de tempel zelf, dus daar, aan de rieken staan. Hallo moppie. Superleuk, met al die lampionnetjes. Ja, hè? Dat is wel mooi, hè, de Chinese tempels. Ja, en ook zo'n mega kleur. Maar dus, gelijk aan het zeggen was, dus binnen in een tempel zouden drie standbeelden staan. Het middelste zou van Thiam Bhu zijn en dan nog van twee andere goden. Dus we gaan eens binnen zien. Hè. Het zou natuurlijk geen echte Chinese tempel zijn, moesten er geen Chinese winkeltjes zijn. Onder die tempel hier heb je echt letterlijk keiveel van die souvenir
stalletjes, zodat je achter mij kunt zien. Kunnen hier ook eten, maar dat gaan wij niet doen. Wij gaan hier niet eten. Wij gaan een grap pakken richting het centrum van Kuala Lumpur terug om daar iets te gaan eten, want het is ondertussen al middag en we hebben toch al wat honger. Wil jij een magneet? Ik wil geen magneet. Ik ga niet van magneten. Goed, we zijn aangekomen in het centrum terug van Kuala Lumpur. We zijn eigenlijk op het randje van Chinatown, yes. Net niet eigenlijk. En de reden waarom dat we hier naartoe zijn gekomen is omdat we hier eigenlijk 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden waren we ook in Kuala Lumpur. En dan hebben we hier iets gegeten of ik denk alleen maar iets gedronken. Ja. Omdat toen onze laatste dag was en we moesten eigenlijk vrij snel zijn, want we moesten onze vlucht halen. Ja. En die plek waar we dat hebben gedaan, dat was eigenlijk zo, ja, dat was iets heel speciaal. Dat was eigenlijk verstopt. Ja, en we hebben inderdaad daar toen ook echt heel lang achter moeten zoeken. Ja, maar nu weten we dat dus gewoon zijn. Ja. En we gaan hier lunchen. Yes, oh, super veel zin. We zijn net terug van het eten. Het was echt super lekker. Echt heel goed gegeten. Echt lekker. Jammer genoeg was het wel geen geheim meer, want het was echt heel druk. Het zat er bomvol met mensen. Ja. Maar echt wel dik de moeite. Komen we zeker nog eens, hè? Yes. Als we hier nog eens zijn. Oké, en dan nu zitten we eigenlijk op een ideale plek richting onze volgende stop. Het is ongeveer een kilometer wandelen, maar dat is geen straf, want we kunnen recht door Chinatown wandelen. Dus dan kunnen we langs al die kleine winkeltjes en zo, en al die stalletjes, en al die echte Nike's en die echte Adidas doen. Of nep, kan ook. En dan zijn we dus bij het Eco Forest Park, en daar kunnen we heel leuk over hangbruggen lopen. En dan zit je eigenlijk, ik weet niet, ineens in een groen stukje in het midden van een stad. Dus oh, dat gaan we doen. Yes, tot ziens. De Chinatown ontgaan naar onze volgende stop en er is hier iets super grappig om te gebeuren, want er staan hier overal langs de kant van die krommetjes met allemaal duidelijk neppe dingen. En nu gaat er blijkbaar politie of zoiets aankomen, want al die mensen die dat hier van die standjes hebben, die zijn hier nu gewoon keisnel aan het opruimen. Dus al die standjes met die neppe dingen die gaan gewoon dicht en er komen allemaal andere rekken met echte dingen in de plaats. Wel super grappig eigenlijk. Echt, heel die winkelstraat die werd hier gewoon in een mum van tijd opgedoekt. Grote paniek. We hebben in de 2 maanden dat we in Azië zijn, hebben we een enkel in Aziat gaan lopen. Dus iedereen is hier altijd kei rustig en chill. Maar hier heb ik er echt op 5 minuten tijd al minstens 10 zien lopen. Goed, we zijn aangekomen bij het KL Eco Park. Dat is een bos in het midden van Kuala Lumpur. We hebben ongeveer
20 minuutjes ongeveer naar hier gelopen. Vanaf het restaurantje waar we dat juist hebben gegeten. Het leuke aan deze bos is dat er hier een soort netwerk van hangbruggen is. Waarop dat je eigenlijk ook kunt lopen. Dus je zou eigenlijk gewoon tussen de bomen kunnen lopen in het centrum van Kuala Lumpur. Dus dat willen we wel eens proberen. Het is best wel speciaal om in het midden van de stad te lopen, op hangbruggen, in het midden van het groen. Het geeft wel eens een heel speciaal effect, want je staat hier in het midden van het groen en toch daardoor zie je eigenlijk nog de wolkenkrabbers. Dus je moet zien. Echt wel een heel cool effect. En de wandeling zelf zit er al op. Het is maar eigenlijk maar 200 meter door de hangbruggen. En als je wilt kunnen dan ook beneden ook nog van alle toeren wandelen. Maar wij gaan nu naar onze volgende stap en ook de laatste stap voor vandaag. Het is eigenlijk de meest iconische van heel Kuala Lumpur. Dus je zult ze wel zien. Goed, we zijn aangekomen bij onze allerlaatste stop. En dat kan natuurlijk niet anders dan het meest iconische gebouw of de twee gebouwen in Kuala Lumpur zijn natuurlijk. Namelijk de Petronas Towers. Als je zou willen, kun je er ook opgaan, maar ik denk, als ik me niet vergis, dat je maar tot die tot het verbinding tussen de twee ja, torens. Tot de verbindingsbrug. Tot daar. Die. Dus je kunt denk ik niet helemaal tot aan de top. Dus wij gaan dat daarom ook niet doen. Hè. Nee, wij gaan nu nog een klein beetje de boel afkijken rond de Petronas Towers. We gaan ook eens in het shoppingcenter kijken. Daaronder. En dan zit onze dag sightseeing in Kuala Lumpur er wel op, denk ik. Ja. We hebben veel gewandeld, veel in de auto gezeten, veel gezien ook. Ja, heel veel gezien. En het was eigenlijk een super toffe dag. Ja, vond ik ook. Oké, dan gaan wij de video eraf sluiten en gaan wij hier nog een klein beetje rondkijken. Vergeet zeker niet te abonneren en een duimpje omhoog te geven als je het een leuke video vond. En dan zien we jullie de volgende keer.